Een bekendmaking afkomstig van het directoraat Belastingen van het ministerie van Financiën. Rij- en voertuigenbelasting. De wet Rij- en voertuigenbelasting 2018 treedt op 1 januari 2019 in werking. Wat is de wet Rij- en voertuigenbelasting? Rij- en voertuigenbelasting betekent dat vanaf 1 januari 2019 belasting betaald moet worden over rij- en voertuigen die zich op de weg bevinden. Onderweg wordt verstaan alle voor het openbaar verkeer openstaande rijbanen, rijwielpaden, voetpaden, pleinen en bruggen, alsmede de tot de wegen behorende paden, bermen of zijkanten. Rij- of voertuigen niet in rijdende staat die zich bevinden op de weg zijn ook belast. Bijvoorbeeld sloopvoertuigen op bermen. Belasting wordt betaald over een kalenderjaar, dus elke keer een vol jaar. Wie betaalt rij- en voertuigenbelasting? De eigenaar of de houder op wiens naam het nummerbewijs van het rij- en voertuig staat. Over welke voertuigen wordt belasting betaald? De personenvoertuigen, de bussen, de pick-ups, vrachtwagens, maar ook zwaar materieel, de tractoren, de motorfietsen, de aanhangwagen. Op welke plaatsen kunt u deze belasting betalen? In Paramaribo, het ontvangkantoor invoerrechten en accijnzen, Sjoezetnihaven, het surpostgebouw, Kerkplein, het ontvangkantoor der directe belastingen, Sommelsdijkstraat, in Nikeri. Het belastingkantoor Nikeri aan de Landingstraat, in Komwijnen, de ontvanger der directe belastingen, Tamanregio. Verder alle districtscommissariaten met uitzondering van Nikeri, Komwijnen, Wanica, Sipaliwini en Paramaribo. De betaling van uw rij- en voertuigenbelasting over het jaar 2019 kan reeds vanaf donderdag 15 november 2018. Voor meer informatie bezoek onze website www.belastingdienst.sr. Samen leven, samen kiezen, samen betalen.